Dan moet je het echt buiten gaan merken. Dan moet het hier wat donkerder maar worden. Dan moet de temperatuur geleidelijk gaan zakken. Dus dat zouden we eigenlijk moeten kunnen voelen. Ja. Dat het een klein beetje killer wordt. En dan zouden eventueel aanwezige stapelwolken hier, tenminste in ieder geval boven land, zouden moeten gaan verdwijnen of nog kleiner worden. Nou, verder heeft het natuurlijk een heleboel effecten van de natuur op het moment dat het echt wat donkerder gaat worden. Dus na 80%. Dan zouden ook de vogels en dergelijke moeten gaan reageren. Maar... Even kijken. Oh, wat mooi zeg. Het is een nummer zonder bril. Ja. Hé, geluidsman, ga eens kijken. Oh, dit is mooi zeg. Kijk, hoe je dat? Venus, dat ligt hier echt punt. Venus zien we. Wow. Cinnamon, kijk. Oh, wow. Niks onder is inderdaad Venus. Maar zie je hoe het licht komt? Waar de zonsverduistering nog niet totaal is. Want hier is natuurlijk nauwelijks licht. Dit is Frankrijk. Corona geeft niet zoveel licht. Dit is wel. Oh, dit is prachtig. Frank, kom kijken! Ja? Moet je nou kijken, man? Nee, ik ga zo kijken. Die strolen mogen niet binnen. Maar... Mom, dat is een scherp.